still having a gas. But if there's one thing you gotta concede, you got to know who's driving your car. You get to sixth gear with your foot on the floor. It's just a minute cruise too far. Sorry. Sorry. Ik zat even niet op te letten. Ja, dat merk ik. Ja. Maar moet je iemand nu toch iets te drinken aanbieden? Nou ja, dat doe ik nou ook weer niet. Oh, is gezellig. Toch? Oké. Okay. Nou, ik ben Lex. Ankie. Hij doet het echt niet, hè? Het even moest toch bela? La. Was ik al bang voor. We hadden het ook even moeten checken. Ja, had ik daar. Kom je nou mee, Jezus. Ja. Kunnen we niet wat we van de wind hebben gedraaid op 1,5 uur snijden? Ja, dan heb je dus alleen maar het feit dat hij overweegt om van geslacht te veranderen. Het is toch godverdomme geen documentaire? Waar ga je nou naartoe? Hey, Kim! Geloof ik niet helemaal, hè? Als ik nu met niks aankom, hoef ik nooit meer ergens aan te kloppen. Ach, nou ja. Nee, bij de fondsen niet, bij de omroep niet. Ik ga nu echt volledig op mijn bek. Het allemaal door die vieze, laffe hond. Je zou het liefst zelf kastreren, hè? Nou, dan zit er nog maar één ding op. Hetzelfde als in Afghanistan. Nou, dat denk ik niet. Dat ga ik echt nooit meer doen. Maar het heeft toch gewerkt? Ik bedoel, als je nou geen andere keuze hebt, dan moet je dat toch gewoon doen? Coucou, les rameaux verdissent. Coucou, voici le printemps. Doe ik niet vaak eigenlijk uit eten met een jongen? Nee? Nee, ik ook niet met een jongen. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n mannentijd achter de rug. Maar ja, op een gegeven moment denk je... Het zou toch wel leuk zijn als ze... Oh, shit. Thomas, mag ik een doekje? En doe nog maar zo'n potje thee. Sorry. Ja, we kunnen anders ook bij mij wel even tegen me drinken nog. Ik heb heel veel zorgen. Is je veel thee? Ja. Ja, heel veel. Meer dan koffie eigenlijk. Veel meer eigenlijk. Jij? Ja. Ja, ik ben echt een theemens. Ja, ik ook. Ja, ik heb ook allemaal verschillende soorten. Dat had ik al gezegd, hè? Ja, maakt niet uit. Ik zeg ook heel vaak twee keer hetzelfde. Maar dan ben ik gewoon vergeten dat ik het net al heb gezegd. Leuk man. Platen. Ja.
Ja, ik vind die hoes altijd zo mooi. Ja, ik ook. Ja. Ja, en ik hou veel meer van oude muziek en ook omdat het niet zo duur is. Vind jij mij leuk? Ja. Ja? Ja. Ja, ik jou dus ook. Had je dat dan niet door? Je zat wel veel met je hand in je haar en dan schijnen meisjes leuk te vinden, hè? Ja, of ze hebben roos. Ja, precies. Ja, als een meisje zomaar begint te zoenen, dan gaan ze gillen. Ja. Ga jij gillen? Ja. Dus het gemijlenboer is nou een vrouw geworden? Ja, klik je er af een kaartje morgen, zeg maar. Blablabla. Ik wil jou niet horen, hè. Heb jij mij gemist? Ja, ik heb jou gemist. Nou, is er nog? Ja, bij de spiegel. Oh. Jozef? Ja? Van wie is dit? Trouwens, je was er nog niet eens. Je zat in Verwegistan. Nou, en? Nou, er had toch ook van alles kunnen gebeuren met een of andere cameraman? Ik heb een cameravrouw. Het is één keertje gebeurd. Hoe kan je dat nou doen, man? Door omstandigheden. Of eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... Anderhalve keer. Oh, nee, anderhalf keer? Oh. Was het een Nederlands of een Marokkaans meisje? Het was een Luxemburgse. Oh, lachen met jou, zeg. Nee, echt waar. Ze komt uit Clairvaux. Dat is Noord-Luxemburg. En nu is ze mondhygiëniste... Hou je kop, ik wil niks over het wijf weten. We zijn straat van... Hou je kop! Kader. Nee, je vroeg er zelf naar. Je kan vertrekken. Schatje, lievertje. Hey, je hebt toch ook wel eens gehoord van het woord slippertje? Ja. Nou dan. Dat is een onzinwoord uitgevonden door mannen. Oh, want vrouwen gaan nooit vreemd. Alleen als er iets mis is met de relatie. Nou, bij mannen heeft het dat niets mee te maken. Of heel weinig. Of eigenlijk helemaal niks.
Lijkt hij wel een ziel? Komen ze ook vandaan? Allemaal. Lief? Lief. Iemand moet toch op ze passen. Mijn vrouw, ik kan niet. Ben je moe? Nee. Valt wel mee. Ik vind het alleen een beetje raar. Wat? Dit. Of denk je dat ik zomaar met iedereen het bed in spring? Nee, tuurlijk niet. Ik zelf ook wel met een paar meisjes. En dat pikte ze? Ja, of niet? Jongen, geloof je dat nou zelf, man? Je bent bezig het nu al te verpesten, man. Echt waar, het gelul. Het gelul. Nu al. Dan loopt het helemaal op stuk. Ja, maar anders wordt het meteen weer zo'n relatie, weet je wel. Ja, en wat is er nou mis met het woord relatie? Jij en ik hebben toch ook een relatie? Je hebt toch ook een relatie met pa en ma? Met je tandarts? Hey, Pien en ik hebben ook een relatie. Ik wil niet zeggen dat er nooit iemand anders is, maar... Ja, nee. Gewoon over liegen. Nee, dat is helemaal geen liegen. Het is geen liegen, maar je moet er gewoon je kop over houden. Waar zou ik zoiets überhaupt doen? Zoeteke. Het is trouwens ook ontzettend egoïstisch van je, weet je wel? Ja. Ander met een probleem opzadelen alleen maar om je eigen geweten te luchten. Ciao, Bella. Hey. Zo. Doe het nou. Heb je verkering? Hoe nou, Lex, al gelukt? Had je niks aan. Zeg nou. Had je gewoon niks aan. Geen zin niet zo kinderachtig. Je bent echt verliefd op haar. Hou op. Wel, je bent op. Echt verliefd. Nou, ze is goedgekeurd. Ja, heb ik jouw goedkeuring nodig dan? Nee, natuurlijk niet. Als ze maar lief voor je is. Heel lief. Kom. We gaan slapen. Gaat rusten. Gaat rusten. Kussie. Hey. Zit hij in haar? Moet je epileren. Waarom zou ik? Oh, staat een beetje raar op het strand, hè? Eén zo'n haar. Voelt trouwens heel anders als deze. Nou, niet doen. Kribbel maar even op mijn rug. Ik heb niks met rug. Doe het maar even voor mij. Hoe laat moet je trouwens op? Moet werken. 8:00. Na 4:00, dat zie je toch? Nou, volgens mij heb je op zijn minst een P'tje. Een C'tje. Ik heb echt nog heel veel kopietjes. Misschien kun jij iets nuttigs gaan doen in die tussentijd? Wat is er nou nuttiger dan kijken naar een mooie vrouw? Een mooie vrouw. Schoonheid is betrekkelijk. Stop maar. Dat doe je dus helemaal verkeerd, hè, Petra? Kijk, nu gaat ze een soort filosofische discussie met hem aan. En dat willen we niet. Je geeft hem heel goed te kennen dat hij over 5 minuten kan terugkomen met zijn vuile praat. Ja? Maar nu geef je hem weer houvast. Zo kom je nooit van hem af. En je weet het. Ja. Zie je het? Lex was heel goed. Even wat heftiger dit keer. Duidelijk? Ja? Vragen? Komt goed. Na 4:00, dat is... Duw hem gewoon weg. Duw hem gewoon weg. Mag hoor, gewoon duwen. Gewoon duwen hoor, mag. Kom op, nog een keer. Te gekke. En nog geen $500. Prachtig. Volgens mij heb ik ze bij de IKEA voor de helft van de prijs gezien. Haha, we zijn weer thuis hoor. Als jij me mooi vindt, hè, lieverd? Ah, dit mis je dan wel weer. Wat? Nou, die kamelenmelk, dat was goor, joh. Ja. Nou, dan blijf je nu maar weer zo'n tijdje thuis. Dat hangt niet alleen van mij en van Annie. Oh, nee? Nee, ik kan wel weer een documentaire maken. Oh, waarover? Over verwarde pedofiele pygmeeën. Ik heb je gemist. Dat is heel mooi.
Ja. Ja, voor een transseksuele woestijnnomade zijn er dus maar twee opties. Of je emigreert naar het buitenland, of je blijft zitten waar je zit in je tent met je kamelen. En dat laatste heeft hij dus gedaan. Ja, die operatie zelf, die heb je niet gefilmd, hè? Nee, dan wordt het weer zo plastisch, weet je. Dan wordt het zo'n reality-tv-achtig ding. Nee, volgens mij gaat het over het moment van de beslissing. Over de moed die daarvoor nodig is. Ja, het heeft wel iets van het einde van Team Taliban ook, hè. Dat nihilistische, dat kale. Ja, ja, precies, ja. Ja, de moed van die vrouwen om ondanks de Taliban toch te gaan voetballen, ja. Ja. Ja, en dan vond ik dat beeld van die ene vrouw vond ik toch wel sterker dan dat hele team, weet je? Ja, ja, op een bepaalde manier werkte dat ook wel, hè? Ja. Ik heb eigenlijk nog een ander idee. Ik ben eigenlijk van plan om nog een film te gaan maken over moed. Dat het een soort trilogie wordt. Over vreemdgaan. De moed om vreemd te durven gaan. Nee, over de moed van een man om monogaam te zijn, om bindingsangst te overwinnen. Die moed. Oh, bindingsangst, ja. En over wie zou die film dan moeten gaan? Lex Jacobus de Goeie, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenote Anke Brigitta Baker. En belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam. Dan... Meneer, mevrouw. We zijn nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Ja, dit is dus een typisch voorbeeld van decorumverliezen. Ja. Huh? Wat nu belangrijk is, is dat je het bruidspaar weer bewust maakt van de omgeving. Bijvoorbeeld door een relativerende grap. Huh? En ze trouwen hier ook wel voor de wet. Maar het mag allemaal wel wat vrolijker, hè? Vrolijk. Het is geen begrafenis. Ah, oké. Ja? Okay, vrolijk. Mag ik hem nog één keer proberen? Ja. Doe jij hem nog één keer. Oké. Okay. Ja. Ja? Sorry. Als jullie ook zo ver zijn, gaan we weer verder. Ik vond het wel gaaf. Maar, gaat het normaal ook zo? Ja. Je doet het alsof. Oh? Ik vond het anders nog wel, Normaal gebruik ik me toch niet, hoor. Hij is er nog. Wie is er nog? Wouter, dit is Lex. Lex, Wouter. Hoi. Hoi. Ja, het is nogal laat geworden gisteren. We zijn de hele nacht bezig geweest en... Ik ben zo weg, hoor. Nee, joh, doe relaxed. Zijn jullie bezig stappen? Nou ja, zoiets, ja. Hoe is het met hem nu? Is hij wel... Alex is oké. Hey. Hebben jullie die vannacht gevonden of zo? Nee. Bevrijd. Hé? Deze is gewond. Dus die hebben we mee naar huis genomen. Maar er lopen er nu weer zo'n 60 vrij rond. Lijkt me wel een... maf wief. Ze doet ook allemaal maffe dingen. Dag en nacht. Tippelt ze achter het centraal. Nou, ik kan er nou niks over zeggen. Maar het is me typisch wat voor haar. Leuk voor je. Daar was je ook wel aan toe, hè? Hé, hey, willen jullie koffie? Lekker. Simon? Graag. Heb je het zwaar? Nou, eigenlijk alleen in de kroeg, als ik anders hier ook. Maar je houdt het wel vol. Erewoord. Ja, voor een halve maand. Nog 2,5 maand dus. Schat, de melk is op. Lex, heb jij melk in je koffie? Nee hoor, kan ook zonder. Maar hoe kom je hier dan aan? Nou, een vriend van mijn broer die werkt bij een anti-kraakdienst en die heeft het voor me geregeld. Wauw. Wow. Ja, het is toch wel een zootje.
En te vaak bij jou. Dus, boel verslond nogal. Oh, dus het is mijn schuld dat jij je troep niet opruimt. Nee, dat bedoel ik ook niet. Het is meer van, ik kom er gewoon niet aan toe. Ik heb het te druk. Ja. Hier, trouwcadeautje was ik nog vergeten. Kikker Ankie. Hoe ben ik dus? Elke keer als je erop kijkt, zie je mij. En als we het ooit echt gaan doen, dan krijg je een gouden. Als. Ik ben niet zo trouwig. Oh, sla ik er wel uit. Zal ik hier dan ook maar af en toe komen slapen? Ja, leuk. Mag ik misschien een laadje dan voor wat spulletjes en zo? Ja. Prima. Je hebt geen gordijn, hè? Maar dat vind jij nou weer benauwend, een laadje. Nou ja, ik heb niet gezegd dat ik niet kom. En heb je ook verteld over die idiote weddenschap van je? Moet je horen, lieve Ankie. Als ik een half jaar niet rook, dan mag ik met mijn goede vriendin Simone naar bed. Oh ja, en dan is er nog Sam. En die blijft af en toe slapen. Leuk, hè? Nou, tot zijn de tijd zal ik je dat wel vertellen. Daarbij is Sam is gewoon een vriendin. Als ze dat slikt, is ze net zo gek als jij. Zou je broer moeten doen? Ja, dan blijft hij eigenlijk. Ja. Hey, Foppe. Waar is mijn echtgenoot? Ja, maar het lijkt mij gewoon geweldig een kind met haar. En ik heb ook echt het idee dat ik eraan toe ben. Ja, figuur gaat er daarna zo'n zwangerschap. Weet je, ik vind het zoiets armoedig, zo'n stoet kinderen. Kinderen van een ander zijn armoedig, maar die van jezelf niet. Ja. Het zal wel, ik kan er gelukkig niet over mee praten. Hé, maar hoe gaat het nu verder tussen jullie? Heel goed eigenlijk. Ja, tenminste. Zolang die gekke zus van jou er niet weer meteen meesleept naar een of ander takkie-takkie-land. Misschien gaat het juist wel zo goed omdat ze zo vaak op reis is. Ah ja, denk je? Je kunt ook overdrijven, hè, natuurlijk. En hoe gaat het seksueel, meneer Nico? In een traditionele samenleving als die van de Sahara is er bijna onmenselijk veel moed nodig om de beslissing tot geslachtsverandering door te zetten. En die moed heeft Tarek inmiddels Fatima gehad. Het zal zwaar worden, dat weet ze. Maar ze is van harte bereid om die last te dragen. Moed is iets universeels. Net als het recht je leven in te delen zoals je zelf wilt. Hoe hoog de prijs ook is die je voor dat recht moet betalen. Ik had al wat van die vorige. Ja, vond je dat? Nou, hij was wel gefeliciteerd. Ik vond het confronterend, ontroerend en mooie partijdag. Echt waar? Oh ja, ik had dit keer echt heel sterk het gevoel van... Ja, ik zie je straks nog, hè? Ja. John! Nee, maar het klopt wel, hoor, wat je zegt. Is natuurlijk ook wel een lijn naar die andere film. Het gaat natuurlijk in principe ook over moed, hè? Moed van die vrouwen om toch te durven voetballen. Dit is Ankie. Lex zijn nieuwe vriendin. Maar ondertussen doet hij dus wel allerlei andere vrouwen. En ze zegt perfect. En het zijn ook broers ook. Ik weet niet of je dan wel eerlijke antwoorden krijgt. Komt allemaal goed. Hij is heel open over dat soort dingen. En Nico? Is Nico een beetje eerlijk? Ja. Ja, natuurlijk. Seks is voor mij een vorm van intimiteit. En het is heel mooi als je zoiets hebt met één persoon. Zelfs een voorwaarde voor intimiteit, want het is iets tussen twee mensen. Dus niet iets tussen twee mensen en dan nog eens een hele sliert. Want anders noem je het geen intimiteit. Kijk jij naar andere vrouwen? Kijken? Ja, tuurlijk. Het zou toch een beetje raar zijn als ik niet zou kijken, maar... Vrouwen is voor mij iets heel moois. Weet je, en ik kijk daarnaar net zoals dat ik naar... een watervogel of zoiets kijk. Maar waarom blijft het dan bij kijken? Omdat het andere bij mij genoeg is ingevuld, zeg maar. Omschrijf monogamie eens in één zin. Wat is dat voor jou, monogamie? Het is delen. Absoluut. Het is delen. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld een deal met een meisje. Dat ik
met haar naar bed mag, als ik een half jaar niet rook. Nou ja, die weddenschap liep al voordat ik Ankie leerde kennen. Dus dat mag in principe geen invloed hebben. Toch? Kijk, Ankie is nummer 1. Maar met grote afstand kan ik zeggen dat er ook nog een nummer 2 is. Nummer 3. Nummer 4. Betekent volwassenheid niet gewoon dat je keuzes moet maken? Het leven gaat niet over dwangmatige keuzes maken. Dat is wat de Viva, de moderne vrouw, probeert wijs te maken. En dat is ook de reden waarom zoveel vrouwen tegenwoordig onverantwoord knopen doorhakken door het leven gaan. Terwijl het leven juist vereist dat je moet bijsturen en met die golven mee moet gaan. Kijk, het leven heeft een hoog porseleinkastgehalte. En daarin moet je natuurlijk niet met een bottenbel gaan rondlopen hakken. Je moet toch keuzes maken? Kom op, je moet toch loyaal zijn aan je vriendin? Ja. Maar dat zegt toch niet dat ik niet loyaal zou kunnen zijn ten opzichte van al die andere meisjes? Jij vindt het normaal om het allemaal gewoon tegen haar te zeggen? Ja, hoor eens. Ik ga niet tegen haar liegen. Is het nou wel zo slim om jezelf te laten afschilderen als prototype polygamist? Voor je weet gaat het meisje denken dat je met John en alle mannen bed induikt. Maar waarom niet, pap? Ik ben niet zo'n extreme voorstander van monogamie. Hoezo? Mam, ja. Het gaat toch om geestelijke trouw? Als Ankie eens met iemand anders naar bed wil, dan vind ik dat prima. Ik bedoel, dat deden jullie vroeger toch ook? Dat was wel anders hoor. Heel anders. Ja, hoe anders? Gingen, echt helemaal niks. Toen waren jij en Nico trouwens nog heel klein. Heel. Toen gingen wij wel eens. Ja, wat? Weet je nog? Ja. Maar toen gingen wij wel eens naar zo'n sleutelruilfeest. Ja, wat? Ja, nou ja, zeg jij maar. Al die stelletjes die gooiden dan hun sleutel in zo'n hoed. Ja. Zo'n hoge hoed. En dan gingen die mannen slapen bij de vrouw die een sleutel ze hadden getrokken. Maar als je het dan een eikel vond, die gozer die je trok? Ja, god, ja, er zat er natuurlijk wel eens eentje bij waarvan je dacht. Jantje. Ja. Vette Jantje. Ja, dat hoorde er ook bij. En dan vinden jullie serieus dat ik een vaste relatie aan moet gaan? Ja. 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 Vinden wij. Ja, ja. Nou ja, het zijn ook hele rare tijden. Het is allemaal heel anders. Wij konden gewoon neuken zonder dat je er dood aan ging. Wat je moeder zegt. Als jij het dus toevallig met een andere jongen doet, hè? Gebruik je dan wel een condoom? Heb je weer last van je bindingsangst, schat? Even serieus. Nou, ben serieus. Hier, ik lees er net iets heel interessants over. Wist jij dat, bindingsangst hand in hand gaat met verlatingsangst? Zal wel. Ja, maar stel, jij komt iemand tegen, of ik kom iemand tegen, dat je het dan wel veilig doet. Hou nou eens op. Ik doe het niet met andere jongens, Lex. Nee, maar als. Ik heb er geen behoefte aan. En jij zou er ook geen behoefte aan moeten hebben. Nee, dat heb ik ook niet. Doe maar helemaal niet zelfs. Maar er kan toch altijd wat gebeuren, in theorie.
Ik snap jou niet. Ik ken alleen maar jongens die hartstikke jaloers zijn. Ik ben niet zo primitief. Nee? Ook niet een beetje. Nou, oké. Een beetje. Ah, wat gemeen. Belachelijk dat die terreur al zo jong begint. Ah, kut. Hé, hey, Joes. Nou. Hey. Hey. Nou, gaan we eens even een hotdogje halen. Heb je een plant gekocht? Nee. Nee, die heb ik al heel lang. Ik laat hem een beetje de stad zien. Was het goed? Ja, prima. Wat ben jij allemaal aan het doen? Oh, druk, druk, druk. Beetje ritueel slachten, illegaal visrestaurantje aan het opzetten. En hoe is het verder met je? Wat wil je het liefst horen? Is dit je nieuwe vriendin? Nee, haar ken ik al heel lang. Wel een nieuwe fiets. Kortom, fiets nieuw, plant nieuw, meisje niet nieuw. Hoi. Hoi. Nou, zullen wij eens gaan? Ja. Ja, we gaan even een stukje fietsen. Ja, fietsen. Ja, dankjewel. Doei. Vieze kinderlokken. Je had ook gewoon niet zo kleinerig moeten zijn. Zij je man laat, is de kleinste kans dat hij vreemd gaat. Maar ja, je wil nooit naar je zus luisteren. Wat had ik dan moeten doen? Moeten zeggen, hé meisjes, kom allemaal maar binnen. Jij wil gewoon toch graag een relatie. Maak eens vrienden. Bel pa en ma eens. Je bent gewoon beperkt. Ja, jij bent onbeperkt in je hoerigheid. Als jij nog één keer door Nico laat neuken, dan trek ik persoonlijk je kop eraf. Nou, doei. Het was weer gezellig. Vind jij dit nou normaal? Om zomaar bij hem in bed te liggen? Hij heeft gewoon een vriendin, hè? Voel je je dan helemaal niet schuldig? Nee. Kan je de vraag even meenemen in je antwoord? Sorry. Ja. Sorry, nee. Ik voel me niet schuldig tegenover Ankie. Ik val niet op Lex. Hij is veel te kinderachtig en dat weet hij. Maar jullie hebben wel wat, hè? Ja, dat is al jaren. Nee, het is niet iets seksueels. Wat dan wel? Een klik. Maar geen man-vrouw klik, maar meer een mens-mens klik of zoiets. Maar er is nooit iets seksueels tussen jullie gebeurd. Maar ja, wat is seksueel? Hè? Nee, nooit. Nou, wel één keer. Wat dan? Griekenland. Oh ja. Jezus man, dat is echt 5 jaar geleden of zo. Nou, we hadden echt te veel gebloot en gedronken, dus ik weet echt niet meer wat er wel of wat er niet is gebeurd. Jo. Nou. Er is best wel wat gebeurd, hoor. Het heeft niet heel veel indruk op me gemaakt, Lex. Dus het is door de jaren heen niet helemaal zuiver platonisch geweest. Nou ja, oké dan, maar dat stelde echt niet heel veel voor. Zeg. Ja? Is het de bedoeling dat jullie mij vanaf nu af aan de hele tijd gaan lopen achtervolgen? Ja. Nou, ik zou het op zich wel op prijs stellen als jullie me dat van tevoren even lieten weten. Waarom? Om toch niks te verbergen? Nee. Maar nu betrekken jullie Sam erbij. En Sam heeft nergens om gevraagd. Nee, man. Ik vind het wel leuk. Uiteindelijk is iemand die in mij geïnteresseerd is. Heel leuk dat je langskwam. Echt leuk. Mocht ook wel een keertje. Hoe oud is je nu? 3, 4 maanden? 5. Denken jullie nooit aan kinderen? Soms. Ik heb er nog geen behoefte aan. Nee? Nee, ik zit goed in mijn vel. Zo. Is dat het? Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je zoiets doet, dan is vertrouwen weg.
Vreemd gaan is voor mij het begin van het einde. Oké, en stel je vriendin is op reis en je ontmoet in de kroeg een leuke vrouw en die wil met je naar bed. Wat doe je dan? Dan doe ik niks. Ze zal er nooit achter komen. Als mijn vrouw nu in het buitenland vreemd zou gaan met iemand anders. Dat zou ik vreselijk vinden. En daarom doe ik het zelf dus ook niet. Kijk, wat ik met al die andere meisjes heb, is toch 10 keer minder dan wat ik met Ankie heb. Is de seks minder goed? Nee, over het algemeen neuk ik niet echt met andere meisjes. Kijk, als dit mijn seksleven is, hè, dan is dit voor Ankie. En dan is zeg maar dit klein rotbeetje voor de rest van de wereld. In dit geval tegenwoordig door een zeer select groepje vrouwelijke vriendinnen. En is dat kleine beetje dan niet net even iets spannender dan het grote? Nee. Nou ja, soms wel. Hey, kan dat laatste er misschien uit? Dat je stopt bij nee? Ja, de jongste, dat is echt zo'n charlatan, hè? Die vreet echt dingen uit, dat wil je niet weten. Nou, dat is natuurlijk wel weer een interessante verhaallijn erbij, hè? Zo'n bad guy. Ja. Ja, ik denk dat het spannend is om die act te ontmaskeren. Om te laten zien wat er echt aan de hand is. Maar eerst zou de film over struggle en bindingsangst gaan. Ja. Nou, ik werk zeg maar in stadia. En die stadia aan zich, die zijn niet echt stuurbaar. Die zijn autonoom. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat dan in definities moet vangen, maar ik ben op zoek naar een soort gelaagdheid in die structuur. Ja, ja. En schiet het ook al een beetje op? Hallo. Hi. Hey. Hebben jullie misschien ook lubricerende middelen? Wat? Olie die vocht inbrengt. We hebben slaolie. Oh? Kunnen we daar misschien even naartoe brengen? Ja hoor. Ja, dit is een overval! Iedereen nu op de grond! Waar is die kassa? Waar is die kassa? Ik schiet de koppen af, lesbische hoer! De hond is de kassa. Daar! Heel goed! Heel goed. Heel goed wat je doet. Zie je? Je moet zo'n jongen direct naar de kassa dirigeren, hè? Hij komt hier maar voor één ding. En dat is lesbisch hoor. Oh, ja. Sorry. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Ja, want ik ben helemaal niet lesbisch. Maar wel een hoer. Ja, dat zegt ze. En je hebt het lijf niet even tegen de muur gezet, zoals iedere gezonde fan. Waarom zou ik? Jonge man. Heb jij nou nooit dat lentegevoel, het gevoel van ja, pannenkoeken? Zijn jullie een stelletje? Pardon? Zijn jullie een echtpaar? Nee, hoezo? Mooi. Ik ben net door mijn vriendin gedumpt en vanavond wil ik heteroseksueel worden. Oh? Nou ja, dat kan. Ik had eigenlijk meer hem in gedachten. Nee, maar hij is al bezet. Hij heeft al een vriendinnetje. Hi, ik ben Suus. Suus. Nou, hey, ik ben Lex. Jij bent gedumpt. Ja, mevrouw wist het ineens niet meer. Ze had meer ruimte nodig voor zichzelf. Blablabla. Tja, blijven. Maar ja, je weet het niet, hè? Misschien komt het nog goed. Misschien wil ze u nog terug. Nee, dat was heel duidelijk en dit is definitief. Ja, ze is gedumpt en ze wil vanavond heteroseksueel worden, Lex. Ja, precies. Dat is wel extreem. Ja. Nee, ik word echt helemaal achterlijk van jou, jongen. Ik ga pitten, ik bel je. Ja, we bellen. Nico, ik ga zo. Zo, gaan we eerst eens eventjes wat doen met z'n tweeën. Lex, er ligt een vrouw in mijn bed. Wat? Lex, er ligt een vrouw in mijn bed. Oh, ja, dat is Suus. Suus is gedumpt door een vriendin en was... Lex, zie je dit grote vraagteken hier boven mijn hoofd? Ja.
Ik vond het gewoon hartstikke zielig. Ik bedoel, ze is gedumpt en hartstikke Lex, dronken. Lex, wie is dat wijf? Jezus, Lex. Eerst niet neuken en nou maak je zo'n teringherrie. Hé. Hey. Hallo. Dat is Ankie. Vriendin. Lekker dingen. Ze heeft gewoon niet zo'n behoefte aan vreemdgaan, zegt ze. Nou ja, dat hebben vrouwen soms. Het is geen specifiek vrouwending, Lex. Sommige mensen zijn zo. Ik trouwens ook. Oké. Yo! Sam en Simone en zo, hè? Ja. Dat zijn wel echt heel mooie meisjes, hè? Echt extreem mooi, hè? Zo? Ja, nee. Ik was gewoon benieuwd of jij dat ook vond. Jawel. Ja. Maar jij bent de mooiste. Maar niet heus. Maar wel heus. Volledig achter. Ja. Ik bedoel, als ik op die manier iets positiefs kan doen voor zijn gezondheid, is het toch aas als ik daar niet op inga, toch? Lex is gewoon een ontzettend liefie. Liever dan je vriend. Mijn vriend is mijn vriend.
En dat is hier niet voor niets. Wat vindt hij van de weddenschap? Daar weet hij niks van. Ik bedoel, dan zou hij zich alleen maar onnodig ongerust gaan maken. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar heel even iets gehad met mijn baas. Snel. Maar ja, ik wist dat het niet zo lang zou duren. Dus dat heb ik hem ook niet verteld. Ik bedoel, wat niet weet, wat niet deert, toch? Maar dit knip je er wel uit, toch? Nou, mooi niet, dus schat. Leuk. Hartstikke leuk. Zat ik nou net op te wachten dat mijn tiet vereeuwigd zouden worden. Is dat leuk? Hier. Dat is zo. Voor het nageslag. Waarom zou ik dat nou leuk vinden? Mijn borst ernaast die van een ander meisje op jouw altaar. Nou. Is toch leuk? Lex. Hm? Ik wil gewoon wat van je horen. Wat dan? Ik wil gewoon horen dat je van me houdt. En dat die andere meisjes, dat die niks voor je betekenen. Anders... Maar, Liefie, dat ik van je hou, dat moet nu toch onderhand toch wel duidelijk zijn? Ik hou van je. Heel erg veel zelfs. Dat zweer ik op jou. Een beetje krom, hè, zweren dat je van iemand houdt op degene waar het over gaat. Nou, dan zweer ik het op Sam. Kom bij punt 2, dat die andere meisjes niks voor je betekenen. Ja, maar dat kan ik toch niet zeggen? Dat is gewoon niet waar. Ik kan zeggen dat jij nummer 1 bent. Doe dat dan maar. Ankie, jij bent nummer 1. Ik bedoel, met grote afstand. Je bent het allerbijzonderste meisje van de hele wereld. Mooiste? Allermooiste. Meest sexy? Ja, meest sexy. Liefste? Je bent de allerliefste en de leukste en de allergeilste. Echt. Oké. Zullen we wel naar het bos gaan? Klauter stellen. Ik had eigenlijk met Sam afgesproken dat ik naar het strand zou gaan. Hé, hey, maar dan ga je mee. Lekker hangen, een beetje voetballen. Ik kan niet voetballen. Nou, dan leren wij je voetballen. Ga maar met haar. Laat maar. Ik zie wel wat ik ga doen. Oké, dan zeg ik Sam wel af. Hoeft niet. Ankie, ik wil met jou naar het bos. Hoeft niet. Ga maar lekker naar het strand. Met Sam. Hoe heet hij dan? Egbert Jan. Wat? Klinkt kak. Ja, dat is hij ook wel een beetje. Hij was zelfs lid van het koor. Huh? Zingt hij? Nee. Hij zat bij het koor. C-O-R-P-S. Ja, toch is hij leuk. Twijfel ik niet aan. Leuk voor je. Mm. Dankjewel. Hé, hey, zullen we wat gaan eten? Ja. Kunnen we daar niet wat bestellen? Nee. We gaan lekker bij jou naar de Suriname. Gewoon in bed liggen, tv kijken. Ik heb liever dat je vanavond gewoon naar huis gaat. Ik moet morgen vroeg op. Ja, slaap ik al erin. Ik heb liever dat je naar huis gaat. Hoezo? Komt hij langs of zo? Nee. Nou ja, of dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ik vind eigenlijk dat ik dat tegenover hem niet kan maken, begrijp je? Nee. Jij bent jaloers. Helemaal niet. Wel eens. Niet, ik ben de minst jaloerse man van Nederland. Weet je wat het met jou is? Jij kan echt alleen maar tolerant zijn als jij er geen last van hebt. Ankie die mag vreemd gaan, maar als ze maar bij jou terugkomt. Ik mag vriendjes hebben aan de lopende band. Maar oh wee, als ze jou in de weg zitten. Ja. Zie je wel, je bent jaloers. Dat ben ik niet. Jezus man, doe niet zo kinderachtig. Ik stel 1 keer mijn grenzen. Jij bent kinderachtig. Nee. Weet je, ik dacht dat je blij voor me zou kunnen zijn een keer. Toen ik een vriendinnetje kreeg, konden we wel naast elkaar in 1 bed liggen. En als er een of andere vage piepo op je pop komt die ik niet eens ken, dan kan het opeens allemaal niet meer. Misschien moeten we die Sam dan maar buiten houden. Komt de duidelijkheid van de film ook niet ten goede? Ik denk dat we het moeten toespitsen op die Simone. Dat is net zo'n snol als mijn zus. Dan moet je echt even normaal doen. Je hebt het over een vriendin van mij. Ja, vriendin. Je hebt een beetje veel vriendinnen, hè? Dat is verwarrend.
Het is ook helemaal niet goed voor de film, zoveel personages. Dan moet je mij niet vragen. Dit houdt mij bezig. Ik wil gewoon waarschuwen tegen een aseksuele samenleving die alleen maar uit ideale schoonzonen en schoondochters bestaat. Het is slecht voor de kunst, cultuur, economie en het Nederlands elftal. Het is mijn film. Hey. Hoi. Toen denk je dat het mij allemaal in mijn koude kleren is gaan zitten. Ik was allemaal mijn meisje kwijt door een stom avontuurtje. Ik weet het niet. Ik wil gewoon niet nog een keer op mijn bek gaan. Dat gebeurt ook niet. Dat beloof ik jou. Een mens moet toch op een gegeven moment volwassen worden? Nou, laat dit dan de aanleiding zijn dat ik volwassen word. Of laat jij de aanleiding zijn. Ja, hij is echt heel erg veranderd. Hij is veel volwassener geworden en alles. Nou, geweldig kind. Ja. Nu maar hopen dat het ook stand houdt, hè? En hoe gaat het nou eigenlijk met je film? Schiet dat een beetje op? Ja, het is echt een beetje psychologische ontleding aan het worden. Het valt echt heel lekker in elkaar en zo. En gaat het ook ergens heen? Ja. Ja, het gaat zeker ergens heen. En kun je ook zeggen waarheen? Globaal? Sexy Lexie. Pardon? Ik zei Sexy Lexie. Oh, dan heb ik het toch goed verstaan. Ja, maar ik bedoel, stel je staat bij een tramhalte. Ik bedoel, nee dank je. Dan vraag je toch ook niet aan iemand of je je teen bij diegene in zijn neus mag steken? Jij mag je teen wel bij mij naar binnen steken hoor. En ook nog wel andere dingen. Oh ja? Ja. Ik steek helemaal nergens wat in. Doe ik alleen bij Ankie. Oh. En wat mag dan wel? Flirten? Ja. Nou, een beetje voorspelachtige flikvooi, dat mag wel. Alleen, geen tongzoenen en geen gedoe onder de gordel. Dus, helaas pindakaas. Dat voorspel vind ik helemaal niks. Het is alleen maar om een motor op te starten. Daarna wil ik gewoon hard genomen worden. Ja, heb je Nico toch voor? Ja, Kim, stop maar. Dit wordt dus helemaal niks. Hij wil niet en dan begint hij ook nog over mij en Nico. Ik zit er gewoon niet zitten. Het lukt me ook niet om hem een sigaret te laten roken. Oh, jezus, hoe is het al doen? Stom wijf. Daarna wil ik gewoon hard genomen worden. Ja? Toch voor? Hé? Ja, Kim, stop maar. Dit wordt dus helemaal niks. Hij wil niet en dan begint hij ook nog even mij. Ik zit er gewoon niet zitten. Wat zegt ze nou? Het lukt me ook niet om hem een sigaret. Ja, dan vind je het geluid even weg. Oh, jezus, maar hoe is dat zo leuk? Asje. Ja, dit was dus te verwachten. Weet je, ik geef hem groot gelijk. Dit is weer typisch zo'n geval van wat nu. Er rust echt een vloek op deze film. Vind je dat? Stel nou dat dit gewerkt had. Dan had Ankie hem nooit meer willen zien. Weet je, als je een film maakt over vreemdgaan, dan moet je toch op zijn minst één shot hebben waarin iemand vreemdgaat, toch? Dat kan je gewoon niet maken. Niet tegenover hem, Ankie, Nico, mij. Ach, kom op. Nee, Kim, je gaat te ver. Ik heb er geen zin meer in. Zoek het zelf maar uit. Vind je nou echt dat dit helpt? Alle beetjes helpen. Met je best. Het belangrijkste criterium voor intelligentie is mededogen. Iemand die jaagt, is dus zo dom als een varken. Let nou verdomme eens een keertje op. Het interesseert je echt om geen ene reet, hè? Ankie. Wat doe jij er niet mee? Dit is privé.
Als jij jezelf het belangrijkste ter wereld vindt, ga je toch lekker naar huis? Hebben jij en Wouter nou nooit eens wat gehad? Ik hoor je niet, ik ben aan het koken. Wat zei je dan? Of jij en Wouter nou nooit eens wat gehad hebben? Nee, hoezo? Vind jij wel leuk volgens mij? Ja, misschien. Jullie hebben nooit eens wat gehad? Nee, moet dat dan? Nou ja, ik vind het toch best zielig. Zielig? Hij heeft al jaren een vriendin. Ja, toch. Hij is toch de hele tijd 's nachts met je op stap? Lijkt me frustrerend als je een meisje zo leuk vindt. Je hebt er nog nooit iets mee gehad. Er zijn tientallen, zo niet honderden mannen waar ik mee omga, waar ik nog nooit iets mee heb gehad. Nou, ik vond het zielig. Moet ik nou echt met hem het nest in gaan duiken omdat jij het zielig vindt? Jij bent echt lichtelijk gestoord, weet je dat? Dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, het is jouw lichaam. Weet je, ik heb echt bijna de neiging om het nog te doen ook, om te kijken of je dan nog zo piept. Nee hoor. Lex. Ik wil ermee stoppen. Waarom? Omdat jij wereldkampioen vaagdoen bent. Omdat je een weddenschap afsluit met een meisje dat je met haar naar bed mag als je een half jaar niet rookt. Omdat je veel te veel bezig bent met andere vrouwen. Omdat je het oké vindt als je vrouw met iemand anders naar bed gaat. Wat super denigrerend is voor een vrouw, hè? Et cetera, et cetera, et cetera. Ze heeft groot gelijk, jongen. Op een bepaalde manier ben je gewoon ontzettend macho, Lex. Helemaal niet. Ik ben niet jaloers, ik ben niet bezit. Nee, erger nog, je bent zo macho dat je denkt dat je er allemaal boven kan staan. Een soort sultan die zijn harem af en toe aan zijn onderdanen schenkt. Weet je, het gaat nu eenmaal op een bepaalde manier tussen mannen en vrouwen. En wat jij wil is gewoon niet realistisch. Nee. En daar sta je dan, hè? Met je ziel onder je arm. Vinden jullie dit nou leuk? Een beetje bijbelcitaten afvuren op iemand die in een zak en as zit? Nee, dat vind ik niet leuk. Maar ik doe dit omdat jij een sukkel bent. Zometeen komt er een of andere gast die wel normaal tegen haar doet en die huppelt hup met jouw meisje naar de horizon. En die heeft er dan nog meer recht op ook. Het is je eigen stomme schuld, jongen. En dat weet je best. Niet zo in zakken naast man, wijven genoeg. Echt all over the place, je struikelt erover. Toen het uit was met mij en... Marie-Claire, die hoer. Vond ik binnen een dag dit schepseltje. Was ik die hele fucking Marie-Claire weer vergeten. Dankzij die godsvergeven borsten van haar. Staan ze trouwens. Nou, wat leuk dat je die nog hebt. Die zijn van heel vroeger. Doe je nou raar, Sam? Die dingen die staan er toch altijd? Verrek, zeg. Het zijn inderdaad de jouwe. Ja. Alleen die ene haar, hè, uit de tepel. Stoort jou dat nou niet? Ik vind het echt naadje, man. Maar ze wil er niks aan doen. En het is ook een beetje een vieze haar ook. Heel anders dan de schaamhaar. Dat is veel stugger. Ja, vooral de laatste weken. Sam. Gebruik je andere shampoo? Ze neemt wel die kotsel ook weer mee. Dank je. Hoi.
Rossi. Arm. Je hebt echt liefdesverdriet. Nou, misschien komt het nog wel eens goed. Tussen mij en Simone is het ook een keer uit geweest. Het is iets structureels. Nou, wat zegt dat nou? In het begin was ik er heilig van overtuigd dat Simone de hele tijd vreemd ging. Dat ze iets had met haar baas. Maar ja, op een gegeven moment kom je er toch achter dat zoiets in je eigen hoofd zit. Dat het je eigen onzekerheid is. Ankie? Hoe gaat-ie? Goed. En met jou? Ja, gaat wel. Nou ja, niet slecht eerlijk gezegd. Vanwege mij en zo. Ankie, het is uit om onzin redenen. Het idee dat ik niet van je hou omdat ik niet jaloers ben, dat is onzin. We denken daar dus gewoon totaal anders over. Daarom zal het ook nooit werken tussen ons. Veel wat van elkaar hielden. Wat nou hielden? Ik hou nog steeds van jou en jij houdt nog steeds van mij. Als ik van iemand hou, bestaat er voor mij niemand anders, Lex. Arno, eens op. Je zit alleen nog met de FIFA na te praten. Ja, dit helpt dus ook niet bepaald mee, hè, dit soort opmerkingen. En ik lees de FIFA helemaal niet. Maar waar ik voor belde? Er ligt nog wat sokken en ondergoed en zo van mij bij jou. Krijg ik die nog terug? Ja, tuurlijk. Maar, waarom zeg je dat nou? Ik moet ophangen, Lex. Geef die spullen maar bij Nico af, dan hou ik ze daar wel op. Nou, toch Ankie. Ik hou van je. Doei, Lex. We used to go. I still see people we used to know. Friends, they ask me, where is she now? I have to tell them, we're over now. When I first you left, I couldn't see her future without you by my side. We're not together, but I'm still alive. I'd rather not see you for a very long time. Funny how love is. Funny how love is. Money, I love it. Ik kan er weinig aan doen, Lex. Ik mis jullie. Allebei. Dat kan niet, Lex. Je hebt verdriet of om de een of om de ander. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan alleen niet volgens de paus, Sam. Je doet gewoon schijnheilig. Weet je, je gedraagt je als een eikel. Ik ga er niet in mee. Ik zit goed in mijn vel. Ik zit goed in mijn vel. Dat is nou echt typisch zo'n hysterische wuifopmerking. Wat valt me dat van je tegen, Sam? Ik heb hier geen zin in. Zoek lekker een ander slachtoffer. Ja, dit kan toch echt niet, hoor. Kijk, dat jij een beetje uitloopt, dat is tot daar aan toe. Maar je zou nu toch al lang een eerste versie moeten hebben. Het moet ook nog eens uitgezonden worden. Komt heus wel goed, hoor. Ja, wanneer? Met je trilogie. Oh, hallo. Wat kom je nou weer doen? Het gaat nu echt helemaal mis, je moet me helpen. Oh, moet ik weer eens wat? Nee, ik bedoel natuurlijk, lieve Willemijn, zou je me alsjeblieft willen helpen? Dan ben je mijn beste vriendinnetje. Met je vriendje of met je film? Met het vriendje kan ik het nu alleen wel af. Het gaat om die Lex. Ja, ik ga die jongen echt nog een keer proberen te versieren, hoor. Ik heb geen zin meer met het achterbakse gedoe. Ja, moet je horen wie het zegt. Zal ik Pienis bellen om te vertellen hoe achterbaks mevrouw wel niet is? Oh. Chantage tegen je eigen zus. Kut, in het naam maakt rare sprongen. Naar mij luistert hij gewoon niet meer. Ik denk dat hij vraagt waar ik de gore moed vandaan haal. Ga lekker bij hem zitten janken. Je kan toch gewoon even met hem gaan praten? Je hebt gewoon één zin nodig. Zeik van jou. Ga iets zinnigs met je leven doen. Alsof er iemand zit te wachten op dezelfde kutfilm over relaties.
heb thee besteld. Ik vind het hondsbrutaal dat je het überhaupt nog durft te vragen. Ja. Ja, dat ging nergens naartoe. Toen heb ik gewoon mijn zus gevraagd om even te helpen. Ja, bij documentaires moet je gewoon af en toe de boel een beetje... Verneuken? Nee, bijsturen. Op de golven, zeg maar. Ik dacht dat dit een registratie was. Van hoe Nico en ik over iets denken. Ja. Ja, nee, ik heb misschien een beetje te veel toe willen werken naar mijn... favoriete eindconclusie van dat polygamie uit de tijd is en zo. Maar nu mag je wel alles zeggen wat je wil. Ik geloof het niet. Ik zit nu echt in de problemen, Lex. Als jij niet meedoet, heb ik weer geen einde. Hoezo weer geen einde? Je hebt toch al 2 films gemaakt? Weet je die Kamele Boer? Die heeft zich niet om laten bouwen. Wat? Ja, nee, hij wilde ineens niet meer. Dus toen heb ik een shot van Pien gedraaid. Van achteren. Nou, dat leek er best wel op. En die andere film, die voetballende vrouw. Nou, dat is dus ook Pien. Die stomme wijven wilde ineens niet meer voetballen. Zit je daar? Heb jij een gouden kalf meegenomen? Ja. En daarom heb ik subsidie gekregen en dat is nu bijna op. Dus deze film moet gewoon af. Je moet me helpen. Je bent echt zwaar gestoord. Jij bent echt zwaar gestoord. Waarom zou ik in godsnaam iemand helpen die de hele boel bij elkaar belazert? Omdat ik zelf belazerd ben, ja? Mijn vriend was vreemd gegaan. Ik wil gewoon bewijzen dat dat niet nodig is. Dat je gewoon moet durven kiezen voor iemand. Sorry. Maar het is nu weer goed. Dus... Nou. Hou eens op. Ik zou ook wel willen janken. Waarom? Het is uit. Echt? Oh. Niet echt verwonderlijk, hè, gezien jouw instelling. Wat is er nou mis met mijn instelling? Dat ik er niet wil claimen, dat ik er vrij wil laten, is dat het bewijs dat ik niet van haar hou? Bewijs voor mij gewoon dat je een beetje in de rondte wil neuken. Helemaal niet. Het is precies andersom. Ik laat haar vrij, omdat ik van haar hou. Oh, dus ga je zelf bij andere vrouwen slapen. Begrijp je dan niet dat je haar daar ontzettend onzeker van maakt? Onzeker, onzeker. Iedereen is onzeker. Ik ben ook onzeker. En die weddenschap dan? Dat je met iemand naar bed mag als je een half jaar niet rookt? Dat gaat gewoon om het spel. Misschien ga ik een half uurtje voordat hij te mij verstrijkt wel een pakje check kopen. En bovendien, die afspraak die liep al lang. Ja, maar toen je iets met Anke kreeg, was er niet echt een reden om die afspraak te ontbinden, hè? Ach. Nee. Nou, had ik nu mijn camera maar bij me. Kim, wat ik wil, is een relatie tussen 2 vrije mensen. En met vrijheid bedoel ik alles erop en eraan. Dus ook met vreemd gaan. Je begrijpt het echt niet. Nee. Je begrijpt het echt niet. Het gaat helemaal niet om seks. Het gaat erom dat je gelijkwaardig bent. Anki is het leukste meisje van de hele wereld. Het mooiste wat me ooit is overkomen. Maar ik wil haar niet bezitten. En ik wil zelf ook geen bezit zijn. En als dat mij in de ogen van anderen liefdeloos maakt, dan is dat maar zo. Prima. Maar ik blijf erbij, al denkt de hele fucking wereld daar anders over. Voor mij klopt het. Voor mij klopt het. Nou. Ja, misschien ben je dan gewoon niet zo geschikt voor een relatie. Ach. Of weet ik veel, had in ieder geval je kop erover gehouden dan, over die andere meisjes. Ik wil niet tegen haar liegen. Ik moet weg. Bel je nog?
Succes met je liefdesverdriet. Ja, jij ook. Dat heb ik niet meer. Oh ja, dat heb jij niet meer. Nou, lag je nog in bed? Nee. Goedemorgen. Hi. Is dit de Luxemburgse mondhygiëniste? Nee. Nee, zij is gemeenteraadslid voor de Groenen in Amstelveen. Voor de Groenen? Nou, daar heb ik op gestemd. Willen jullie koffie? Ja? Lekker? Is mijn vriendin. Jongen, 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 jij bent zo stom geweest, man. De hele tijd dat gelul. Bla, 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 bla. Weet je nog wat ik in het begin tegen je zei? Ja, dat weet ik nog. Precies. Je had gewoon voor hem moeten gaan en het dat meteen duidelijk moeten maken. En dan gewoon liegen? En dan doen alsof Sam en Simone niet bestaan? Ja, inderdaad, ja. Nou, dat verdom ik dus. Jongen, ben je nou zo stom of doe je maar alsof? Als jij echt van haar houdt, ga je nu naar haar toe. En dan zeg je tegen haar dat ze de enige is, voor nu en voor altijd. Zo werkt dat. Het is de enige manier waarop het werkt. Heren, kan het even? Ik heb een nieuwtje. Ik ben zwanger. Ik ben zwanger. Ik was in de buurt en Staafkop op het punt. Dank je. Ik kan niet meer slapen. Al heel lang niet meer. Sorry. Het is niet de bedoeling om. Ik denk dat dit wel zo'n goed idee is. Nee.
Ga maar naar binnen. Het is al laat. Je hebt gelijk. Het is een stom idee. Lex. Nou, je gaat je op een gegeven moment dingen beseffen. Ja? Wat dan? Nou ja, als jij wil dat je niet alleen nummer 1 bent, maar ook nummer 1 hoeft. Schrik ik mij daarin? Dan schrik je je erin. Nee, dat klinkt te negatief. Ik bedoel dan, dan ga ik daarvoor. Voor die situatie. Tja. Ja, wat moet ik hier nou mee? Nou ja, ben je dan niet blij dan? Ja. Jawel, daar ben ik heel blij mee. In principe. Nou. Wil je me hebben dan? Een gebrek aan betere omschrijving? Ja. Nou, zullen we dan nu zeggen dat we officieel iets hebben? Ja. You've given me a true love, and every day I thank you, love, for a feeling that's so new, so inviting, so exciting. Ja, we ontdekken elke dag weer iets nieuws bij elkaar. Alsof je een laadje opentrekt en er zit weer iets verrassends in. Ik hou van Ankie als nooit tevoren en ik zie mijn toekomst maar op één manier. Met haar. En ik kan met zekerheid stellen, ja, dit is mijn meisje, dit is mijn vrouw. Er is in deze moderne westerse maatschappij voor mens... Nou, misschien kan ik beter zeggen voor een man. Onmenselijk veel moed nodig om bindingsangst te overwinnen. En die moed heeft Lex ooit overtuigd polygamist gehad. Het gaat zwaar worden, dat weet hij. Maar hij is van harte bereid om die last te dragen. Moed is iets universeels. Net als het recht om je leven te leven zoals je dat zelf wilt. Hoe hoog de prijs ook is die je voor dat recht moet betalen.
niemand zeggen, hoor. Nee, natuurlijk niet.